We boys zijn een pakkend verhaal op een hele boeiende manier gebracht. Dus het is eigenlijk heel spannend, entertainend ook soms. Maar het is gewoon heel pakkend ook. Na de film blijf je gewoon ook echt wel even stil kijken. Dus er zijn heel veel redenen om te gaan kijken. Ik wil je met een kussen? En? Kussen moest toch niet? Nee, spaar, maar kijk, Robert is een goede klant. En van een kus gaat hij niet dood, hè. Toch? Je wilt toch niet dat ik mijn beste klant verlies, hè? Zorg maar dat je geld waard bent, hè. Je stapt op een trein en je stapt eraf wanneer de film gedaan is. En normaal als je in een trein afspringt, dan moet je even wat terug van bij jezelf komen. Maar bij mij was het direct een week erna examens. Dus dat was direct terug naar Ella, terug de boeken induiken. Een soort van koude douchen eigenlijk. Heel koude douchen, ijskoud. Ja. Dus we zijn heel veel met de camera op gezichten gebleven. En af en toe tonen we natuurlijk ook dingen. Want dat hoort nu al bij het onderwerp. Je kan moeilijk een film maken over escortprostitutie zonder iets te tonen. Maar het is heel goed gelopen met Ella. Nee, er was een groot klimaat van vertrouwen en ze heeft zich heel kwetsbaar durven opstellen. En ze is ook heel blij met het eindresultaat, dus dat vind ik ook wel belangrijk. Van waar komt dat geld? Je doet juist hetzelfde aanzien. Mijn benen openen voor de venten. Ik denk dat het verhaal zo, dat iedereen dat goed moet zien in de context van een verhaal van Dirk Brakke, jeugdauteur, naar een heel goed verteld, heel goed gemaakt verhaal voor dezelfde doelgroep. En dan is hij prachtig goed gespeeld, goed gedraaid en ja, alles wat dat zo ongeveer moest zijn. Ik vind dit is absoluut een persoonlijker verhaal. Dat voelde alleen niet persoonlijk over hem, maar meer over de innerlijke wereld van iemand of zo. En dat vind ik sowieso interessanter dan het actiegedoe van Windkracht 10 en zo. Moet er ook zijn, hè? Maar het is gewoon totaal anders. En als ik moet kiezen, dan kies ik voor iets als dit eerder. Ja. Hij stuurt dat heel goed, vind ik. En hij laat, zoals Pieter ook zei, bijvoorbeeld de arrogantie van zo'n meisje, laat dat heel goed zien gewoon. Zij is daar niet bang voor. En dan moet je mogen, kunnen en durven. En dat ligt heel veel aan de regisseur. Ik denk dat ik de film toch anders zou maken. Wat zeer logisch is, omdat het gewoon een andere stijl zou zijn. Wat niet wil zeggen dat ik deze aanpak niet goed vind, integendeel. Maar ja, het zou mij zeker prikkelen om dit soort film te maken, absoluut zo. Het is niet hierna dat het stopt. Ik heb nu twee hoofdrollen achter de rug en dan is het wel even mooi geweest. Dan een bijrol, daar zou ik ook heel blij mee zijn. Om dan gewoon eerst mijn studies af te maken, want dat is nu wel op de eerste plaats staan. Ja. Ik vond het ongelooflijk verrassend, ook al die nieuwe gezichten, vooral die Ella June. Goh man, dat is gewoon meisje. En ook, ja, het ene shot is ze 15 en ze draait daarom, is precies 25. Ja, ik denk dat we er nog veel gaan van horen. Ik hoop dat ze goed begeleid wordt in haar volgende carrière. En dat ze de goede dingen doet en dat ze er plezier aan mag beleven. En dat we nog veel schone dingen gaan doen.